Bart Doorman is iemand dat ik al vrij lang ken. Ik heb hem leren kennen in Gent, laten we zeggen begin de jaren 80. Op het ogenblik dat hij regelmatig met Johan de Hollander en Michiel Hendricks projecten deed. Dat kon een boek omslagen of andere projecten zijn. En ik kende Johan al zeer lang, dat was eigenlijk een vriend van in de lagere school. Dan heb ik Michiel een beetje leren kennen en dan ook Gert Doorman. Maar professioneel ken ik hem eigenlijk maar de laatste 5 jaar ongeveer. Want dan zijn we met het Gislijn Museum, waar ik artistiek leider ben, eigenlijk begonnen met samen te werken met Gert Doorman. Als ik in het buitenland ben en ik zie bepaalde catalogen bijvoorbeeld, om het nu op dit te houden, en ik hou die in vergelijking met de catalogen die, of de boeken die Gert Doorman maakt, ja, dan is de vergelijking heel dikwijls snel gemaakt in het voordeel van wat hier in Vlaanderen en wat Doorman maakt. Hoor. Dit is voor mij een beetje een lieveling om vele redenen. Hoor. Het Spel van de Waanzin is een catalogus die Gert Doorman gemaakt heeft in opdracht van het Museum Dr. Gislijn. Dat was een tentoonstelling die we vorig jaar hebben gemaakt en die onderzocht zo'n beetje de relatie tussen de wereld van de waanzin en de wereld van film en theater. Ik ben een groot theaterliefhebber, ik ga dus zeer graag naar het theater. Voor mij was het een tentoonstelling die ik al altijd wilde maken. We hebben in het Gislijn Museum nu al een 8-tal boeken gemaakt samen met Doorman. Het is een zeer mooie reeks, vind ik. En, dus voor mij zijn ze alle 8 zeer de moeite waard. Maar inhoudelijk is dat wel een beetje mijn lieveling en daarom heb ik die meegebracht.